De bestuur van de Buffel en de burgemeester, die heeft zo net dit evenement met die, hoe noemen we dat ook weer? Kleine buffeltjes met lichtjes, de lichtjesparade. Net geopend. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I... Hoi dames en heren, leuk dat we kijken naar deze gloednieuwe video. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Andy. En wij gaan vandaag weer een hele leuke dag maken. Wij gaan vandaag weer wat leuks doen. Ik ben nu trouwens ook bezig, ik zal het jullie even laten zien. Want ik ben nou bezig met een taart bakken. En dat doe ik ook niet iedere dag. Ik ga het jullie even laten zien. Het is hier wel een beetje een rommeltje geworden, maar dat hoort allemaal bij. Dit is een beetje het overgebleven deeg, maar gewoon deeg wat over is. En dit is hem. Dus hier ga ik zo in de oven doen. Maar eerst moet ik de oven even voorverwarmen, dus dat ga ik ook eerst even doen. Zo, dan zet ik de oven even aan. Zoals je kunt zien, hij staat aan, voorverwarmen. En dan ben ik dadelijk weer terug. A few moments later. Ja, de oven die is nou inmiddels al opgewarmd. Voorverwarmd. Dus die taart die kan er nou in. Dus dat ga ik even doen. Ja, hier is die mensen. Hij kan in de oven. Dus deze gaat de oven in. Deurtje dicht. En dan wachten. Ongeveer een uurtje. Ja, dat staat hier dus ook. Bak de appeltaart in 60 tot 75 minuten gaar en goudbruin. Dus ja, dan wachten we even. Dus dan ben ik zo terug. 1 hour later. Ja, en de uur is voorbij en we gaan kijken hoe het met de appeltaart is. Nou, volgens mij is hij inmiddels klaar. Ja, ik denk het wel, het ziet er goed uit. Dat ziet er heel erg lekker uit. Dus dan ga ik hem even eruit halen. Want je wil niet dat je handen gaat verbranden. Leg die even hier neer. Nou, dat ziet er lekker uit. Maar ik ga zo even naar de winkel en dan ga ik even wat boodschappen halen. Ga ik even wat brood halen en wat fruit en ja, even wat dingen halen. Dus dan neem ik jullie ook wel even mee. Dus ja, dan ga ik even naar de winkel. Nou, ik heb de boodschappen ook weer gehaald. Dan heb ik hier zo kaas en tomaten, brood. Dus dan ga ik zo even wat eten maken. Maar wat er net was trouwens, stond ik net bij de kassa. En die conciërge, ja, het is een jonge meid, als ik denk zo'n scholier of zo. Ik was net klaar met afrekenen. Zegt ze dus van prettige avond. Ik denk, prettige avond. Hij is net 12:30 geweest. De zon schijnt, dus volop middag. Ik denk, prettige avond. Ik zeg ze tegen haar van, prettige avond. Zegt ze, oh ja. Ja, zegt ze, ja, ik ben gewend, want ik werk meestal 's avonds, zegt ze. Ik zeg, ik denk al, je bent wel heel vroeg met je avond. Dus ik, ja, dan moet ik echt best wel lachen eigenlijk. Maar goed, dan ga ik nu even naar huis. Dus dan zien we zo weer. Ja, dan ga ik nou lekker eten maken. Met 3 eieren. Dan ga ik eigenlijk een roerei maken. Roerei met kaas en tomaat. Dat vind ik gaat heel erg lekker. Dat maak ik wel vaker. Dan komt nog tomaten erdoor. Dat ga ik dan even meebakken. Dan komt de kaas erdoorheen. Die heb ik net overheen gedaan. Dat gaat smelten. Ja, dat is. Ja, dus dan ga ik zo even lekker eten.
Dus, nou, eet smakelijk. Dan zien we zo weer. A few moments later. Ja, mensen, ik ben klaar met eten. En er is zo nog wat te doen in de vesting. Want er is namelijk, aan het begin van de avond is er even een lichtjesparade. Bij de buffel, dus het schip wat er staat, dat zul je dadelijk ook allemaal zien. En ook is er nog meer te doen, want er is een gezellig markt en er is een gezellig muziek. En ook kraampjes en ook allemaal van die kinderactiviteiten. Dus ja, en misschien is er nog wel meer te doen, dat weet ik niet, maar dat gaan we zo allemaal zien. Dus dan neem ik jullie mee. En dan, ja, dan gaan we zo zien wat er te doen is. En ja, dus ik zou zeggen, let's go, maar ik ga me eerst even omkleden. Ja, nou ja, zo zullen jullie zien. Ik heb me even omgekleed. En dan gaan we zo daar naartoe. Na de vesting, dan neem ik jullie mee en dan gaan we kijken. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken en let's go. Ja, dan kom ik hier aan. En dan zie ik, zal even wat inzoomen. Dan zie je ook wat markt. En dat schip hier, dat is de buffel ook waar ik het over had. Maar ik loop er even naartoe, dan kunnen jullie het beter zien. Want ik film nou eigenlijk een beetje tegen het licht in. Tenminste tegen de zon in. En ja, dan gaan we zo dus even een rondje doen. Zal even kijken. Ja, wat ik dus al zei, is vanavond die lichtjesparade van die bootjes. En dat zijn eigenlijk deze dingen, dus wat ze dus allemaal zo even omdraaien. Zeg, deze is eigenlijk wat de kinderen die allemaal kunnen inkleuren en kunnen knippen, vouwen en plakken. En, ja, dit is het idee wat ze nou mee bezig zijn. En dat gaan ze dus straks ook allemaal, of het is straks, vanavond, gaan ze dat, wat ik net hoorde, gaan ze dat daarachter, zeg maar. Ik zal het dadelijk even laten zien. Gaan ze dat in het dok, zo noemen ze het dan, gaan ze die laten ze even voorlopen. En al die bootjes wat die kinderen allemaal gemaakt hebben en ingekleurd hebben met de lichtjes en zo, gaan ze dus allemaal het water inlaten vanavond om 7 uur. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. En ik loop er nu even heen, dan zal ik jullie laten zien van wat het ongeveer is. Dat vind je denk ik ook wel leuk om te zien. Dit is dus het dok wat ik net over had. En deze wordt straks helemaal vol gelopen met water. En ja, dan gaan ze al die kinderen die kunnen dan al die bootjes dan hier in het water laten. En ja, dat noemen ze dus een lichtjesparade, dus met lichtjes zo. Dus hoe dat precies is, weet ik ook niet. Want ja, dat is ook voor het eerst wat ik ook hoorde dat ze dit doen. Dus nou, we zullen het vanavond wel zien. Dus, ja, ik zou zeggen, blijf vooral kijken en dan zie je dat ze dadelijk.
Ja, ik ben nu even weer thuis. Want ja, vanmiddag was het natuurlijk een lekker zonnetje, dat was wel lekker warm. Maar nu, s'avonds, begint toch best, ja, best koud te worden. Dus, ik dacht, ik ga even naar huis, trek even jas aan. En dan ga ik er zo weer heen. En deze kleine vriend, die gaat ook slapen. Dus het licht, die gaat uit. Altijd nieuwsgierig. Maar goed, ik ga er zo heen. Jongens en meisjes, hartelijk welkom in het droogdok van Hellevoetsluis. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn om te vieren dat Zijne Majesteit schip Buffel 150 jaar oud is. En dat we dat op deze wijze, op deze zomer hebben gevierd. En we dat gaan afsluiten met de lichtjesparade. Ja, dankjewel jongens en meisjes. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En natuurlijk ook het prachtige bestuur wat hier naast mij staat. Nogmaals gefeliciteerd met jullie 150ste verjaardag. En natuurlijk prachtig dat de Buffel nu echt in Hellevoetsluis ligt. En dat gaan we ook nog een keertje vieren. Mooie afsluiting vanavond. Mensen, hier heb je dus de bestuur van de Buffel. En de burgemeester die heeft dus zo net dit evenement met die, hoe noemen we dat ook weer? Kleine buffeltjes met lichtjes, de lichtjesparade. Ja, net geopend, dus dat gaan jullie zo allemaal zien. Dus gooi je duim omhoog. Dank wel. Is dat die mooie mensen, al die bootjes, al die lichtjes hier op het water. Hier zie je ze allemaal liggen. Ja, aan de overkant nog. Daar nog meer. Ik zal even wat inzoomen. Ja, wat leuk man.
Ja mensen, dit was het einde van deze video, dus ik ga met deze ga ik de video afsluiten. En het begint ook net te regenen, dus het is een mooie tijd om het af te sluiten. Dit was dus het lichtjesparade wat jullie net allemaal hebben gezien. En de markt vanmiddag. En ik heb een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. Vond je dit een hele leuke video? Zet het dan, reageer dan gewoon beneden in de reactie. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En klik dan ook meteen gelijk even op dat belletje. Dan krijg je natuurlijk meteen de melding binnen als er een nieuwe video online staat. En gooi natuurlijk al die duimen omhoog als je geen gewone baas bent, maar een opperbaas. En dan zie je mij weer in de volgende video om 5 uur. Zeg bij deze adios. We'll be right back.